Holland. I am the chairman of the Northeast Region contingent. We have four regions in the U.S. That will be sending more or less 400 scouts each. Well, I'm the Jamboree staff coordinator. I've been working with this Jamboree over 2 years now. I'm an assistant scoutmaster with one of the troops, so I have responsibility for with three other adults for 40 youth. Vanuit de haven van Muiderzand vertrekt er een armada van 15 grote schepen naar Lelystad. We zijn bezig met de Sea Scout Armada en we zeilen naar de World Scout Jamboree. We zijn in Den Helder bij elkaar gekomen en met de verschillende schepen uit Noorwegen vandaan, uit Denemarken, Finland. Er zijn een paar Engelsen bijgekomen, ook met zeewaardige jachten. En daar zitten dus heel veel meer leiding op. Het is altijd aangevuld met allemaal zeevenkenners. Maar het verschil met ons dan is eigenlijk dat wij dus meer op binnenwater varen en daardoor dat de jeugdleden zelf veel meer kunnen zeilen. Nou, ik ben als jongen van 10 jaar bij de zeevenkenners gegaan en dan vaar je gewoon met die kleine lelyfletten. Ah, dat is machtig. Dat is gewoon zeilen met wat oudere jongens. En nou, sinds een jaartje loop ik bij de leiding mee. En dat is ook wel leuk. Je kan wel een beetje in het bos gaan lopen spelen en spelletjes doen en een beetje boomklimmen, zoals we dat noemen, maar dat trekt helemaal niet. Juist het zeilen, het op het water zijn, dat is schitterend. Inmiddels staan bij Schiphol de eerste groepen te wachten op de bus voor vertrek naar het Jamboree-terrein. Niet iedereen is al zover. De Australische scouts hebben wat minder geluk met de bagage. Well, we're still here because we 20 of us have lost our bags. I've lost my sleeping bag and my lolo and my ground sheet. In amongst our contingent of Australians, we do have a lot of people who speak not only Dutch, but German. We have somebody who speaks French. We have a few people who speak Dutch, German. There's one person who speaks Polish. We got one who speaks Italian, so we are pretty bilingual, because a lot of us have a lot of relatives here in Europe. Jessica heeft ook familie in Nederland, maar het blijft moeilijk communiceren door een geluidsdichte wand. Maar na anderhalf uur wachten komt de bagage toch nog terecht. Our luggage is arrived! De Amerikanen bezoeken voordat ze doorrijden naar Dronten Amsterdam om even de typisch Hollandse sfeer te proeven. These are some big shoes, man. Small, too small. See you, let's go like 40. Ook de Japanners zijn op hetzelfde idee gekomen. De eerste contacten tussen de scouts worden al gelegd. I found a wooden shoe my size. That's cool. I want a boat like that. De Noordshow uit Noorwegen heeft er een lange reis op zitten. It's an old pilot vessel. Was built in 1893 and it's been belonged to our group since 1958. We started from our home port, the 14th of July. It's been about 14 days, or a little bit more. And we had good weather all the time. Well, someone came up with the idea to sail together and have fun. Learn from each other, the Danish, the Polish, the Finnish, and Dutch Sea Scouts. And we all have something to share with each other. Both friendships and knowledge. De haven van Lelystad. Hier gaan de schepen voor anker. Tijdens de Jamboree kan de leiding, als ze een dagje vrij hebben, even op adem komen met een zeiltochtje.
Terwijl de Sea Scouts wachten op hun bus, zijn de Australiërs zover dat ze kunnen instappen. Ja, it's only for 2 weeks. I think the Jamboree will be really good. I'll get to meet lots of people from everywhere, lots of different culture. It'll be a really amazing experience for me because I've never done anything like this before. I don't think scouting's old-fashioned. I think it's got a place in today's world too because it moves with the times. We're doing things. We don't spend our whole time doing learning knots like what used to happen. We go and have fun as well. Inmiddels in de Amerikaanse bus. I got started as a boy of 8 years old in Cub Scouts, and I've enjoyed it ever since. I enjoyed very much the opportunity to do the outdoor program when I was in the Boy Scout program. And I guess after a while, you feel like you want to give something back. I have no children myself, and so I enjoy working with these kids and giving back in this way something that I gained when I was a boy. Dead Bird is our patrol name, and it's a dead parrot. Dead parrot, whatever, dead crow. Anything, any dead bird, but it's a unique name, and we wanted to choose a name that was different from the usual names for patrols. Share a dream, and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. Een dikke maand geleden was dit terrein nog helemaal leeg. 5000 scouts die hebben zich uitgesloofd om het terrein helemaal in orde te maken voor de ontvangst van de 25.000 scouts uit meer dan 150 landen. En je ziet het terrein is klaar. De Jamboree die kan nu echt gaan beginnen. Hey. We're alive because our luggage was in. G'day mate, how's it going? Not bad, how are you? Oh, really cool. Gee, this guy did the leadership course over our way. How are you? Good to see you. How are you? Just good to see you. You didn't tell me you were coming. Well, I had a bit of a problem with the Australian contingent. I decided to go on a student exchange. Right. And then, well, the Dutch were so friendly and they were doing so many wonderful things. You. De tenten van de Amerikanen zijn helemaal nieuw en het opzetten gaat niet van een leien dakje. Iedere troep bestaat uit 40 scouts en heeft een eigen beeldmerk waarmee ze de poort markeren van hun kamp. Terwijl de Schotten hun traditionele muziek laten horen, vertellen Italianen en Libanezen over hun motivatie om mee te doen aan de Jamboree. And to be happy. Interesting for us, you know, and especially after the war. So we want to see, to go everywhere, to see the world. We want to forget what we lived during the past 17 years. And we want our children to see the world and the other children from other countries. Middags vindt in de arena de grote opening plaats. Kingdom.
In 1937 werd er in Nederland ook een wereldjamboree gehouden. Is er sinds die tijd veel veranderd. Er is weinig verschil tussen toen en nu, alleen in de moderne. Maar het basis idee, het schoon idee om jongelui van verschillende landen met elkaar contact te brengen, bestaat nog steeds. En dat gebeurt hier weer. En vooral in deze verscheurde wereld is dat heel belangrijk. En er zijn vriendschappen ontstaan destijds, niet alleen door mij, maar ook door anderen, die nog voortduren. En je krijgt wat makkelijke contacten met mensen over de grenzen, ook ver weg. Lord Baden-Powell called that gathering in Vogelenzang a wonderful pageant of goodwill and peace. I hope that this event will be remembered with similar sentiments, and hereby I declare this 18th World Jamboree opened, and I hope you will all have a wonderful time in the Netherlands. Alle 13 subkampen geven 's avonds een kennismakingsfeest voor de deelnemers. Vanmiddag stonden ze dan allemaal opgesteld op de BPF en nu. Nou, je wordt er echt helemaal stil van. En iedereen die loopt dan en vlaggen en zingen en nou, het is echt, je krijgt echt een brok van in je keel. In subkamp Lira is er traditionele volksmuziek. En de Australiërs zoeken de andere subkampen op om te kijken wat er zich daar afspeelt. Terwijl binnen de scouts zich vermaken met harde muziek, wordt er buiten een balletje opgegooid. Maar ook degene die van disco houdt, komt aan zijn trekken. De eerste avond loopt ten einde en wordt feestelijk afgesloten met vuurwerk.